Nou ja, ik ben astmatisch en ik reageer op fijnstof. En ja, ik krijg last van mijn ogen, ik krijg last van mijn neus. En dan langzamerhand irritaties in de keel, hoesten. En dan langzamerhand word ik benauwd. In Nederland zijn er totaal 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Dik 750.000 van hen is regelmatig benauwd door houtrook. Die houtrook uit kachels zorgt in de winterdag voor 10% van alle luchtvervuiling. Lokaal kan dat oplopen tot wel 40%. Wij vinden dat de gezondheid van de Brabanders beschermd moet worden. Wij vinden dat alle Brabanders recht hebben op schone lucht. Ik heb een dijkhuis met een mooiste element in mijn huis, eigenlijk de houtkachel, waar we heel graag in de woonkeuken mee zitten. Hij is fractievoorzitter van de Brabantse ChristenUnie en vindt dat stoken moet kunnen. Het is een spannend onderwerp. Zij is lijsttrekker voor GroenLinks en zet in het verkiezingsprogramma dat de provincie houtstoken moet terugdringen, verantwoord stoken moet bevorderen en bij houtrookoverlast moet optreden. We zijn de enige partij die het lef heeft gehad om dit probleem, wat er in bepaalde woonwijken speelt, onder ogen te zien. En in het verkiezingsprogramma te zeggen, ook naar deze bron van vervuiling, naast die van wegen, industrie en stallen, moet je kijken als politiek. Omdat het gezondheid kan schaden. De luchtkwaliteit in Brabant is slecht, maar er wordt veel te weinig gemeten. Dat moet veranderen. Wij vinden dat politieke partijen het lef moeten hebben om ook deze bron van vervuiling onder ogen te zien, die er soms lokaal is. Daar te gaan kijken, daar te gaan meten en daar de gezondheid van de Brabanders te helpen beschermen. Ja, meten is altijd goed. Moet je altijd doen, stimuleren we ook. Aan de andere kant, GroenLinks schiet heel snel in de reflex van ja, maar dan moeten we ook meteen gaan verbieden. Dat past niet bij Brabant en dat past ook niet bij de plattelandscultuur die we in Brabant hebben. In Nederland wordt in ruim 1 miljoen huishoudens hout gestookt. Open haarden, vrijstaande kachels, inzet- of inbouwhaarden. En dan is er nog de kachel die brandt op kleine houten korreltjes. De razend populaire, overheidsgesubsidieerde pelletkachel. Die pelletkachel die is theoretisch minder smerig dan een oudere kachel. Het probleem is dat die dingen veel meer draaiuren maken, veel meer branduren. Nou, als je meer branduren maakt, dan komt er uiteindelijk veel meer viezigheid uit. Daar komt ook nog bij dat de verbrandingstemperatuur hoog is. Dan worden de deeltjes kleiner verbrand. En de deeltjes die kleiner verbrand worden, komen dieper in je longen. En kunnen daardoor meer schade aanrichten. Jos Merks staat met zijn stichting Luchtfonds mensen bij die last hebben van houtrook. Mensen als Vincent en Pauline. Ze hebben luchtzuiveringsapparatuur, filters bij de ramen. Kijk, dit was niet. Maar intussen zit het gezin zomer en winter opgesloten in eigen huis. Het irriteert maatloos. Eigenlijk irriteert me maatloos dat er zo makkelijk een product wordt verkocht dat zo slecht is voor je gezondheid. En ik zie natuurlijk aan mijn vrouw een kind. En je kunt er niks aan doen. En het wordt gewoon, willen ze, het gebeurt gewoon. Het mag. En we moeten van de aardgas af. Dus je zult ook alternatieven moeten hebben. En is hout dan een alternatief? Hout is één van de alternatieven. Terug bij het provinciehuis in Brabant ziet de ChristenUnie intussen hout als instrument. Instrument in de energietransitie. We moeten niet doen met z'n allen alsof je een energietransitie met lokaal boshout zou kunnen oplossen. Dat is onze grootste angst, hè? Dat door die energietransitie mensen overgaan op zo'n houtkachel. Dus de luchtkwaliteit in Nederland wordt dan alleen maar slechter. Het mooie vind ik wel eens, we krijgen als brieven van echt oudere mensen. Die zeggen in onze tijd, toen stookten mensen kolen, hout enzovoort. Toen kwam het gas en dat vonden we zo fijn, toen kwam de schone lucht. En die mensen zeggen, het lijkt wel alsof we langzamerhand weer teruggaan naar die tijd. Tony stookt intussen lustig voort. Want redeneert hij? We moeten wel van het gas af, maar de realiteit is anders. Op het land heeft de tijd al in Nederland liggen. Met aardgas moet je nu helemaal graag hoor. Als Poetin de kraan dichtgooit straks, zit ik er warm. Jullie niet meer. In het najaar komt het ministerie van Infrastructuur met een campagne voor gemeenten, waarmee ze hun inwoners kunnen voorlichten over de gevolgen van houtstoken voor milieu en gezondheid. Straks de